De allereerste Enschedeze havendag komt eraan. Volgende week zondag 18 september is er in de haven van Enschede van alles te doen in het water. Het initiatief komt van Twentlandis, een creatieve broedplaats met een nautisch karakter, zoals ze zelf zeggen. Anders gezegd, de broedplaats houdt van Twente en van water en wil de regio op de kaart zetten met frisse en nieuwe ideeën rondom dat thema. Bij ons oprichter van Twentlandis, dat is Philip Jonker, welkom. En ook bij jouw projectleider van de Enschedeze havendag, Yvonne Smit, ook welkom. Hi, hi. Ik hoor jou nog niet, maar misschien kunnen we dat nog even nakijken. Even jullie logo op de achtergrond, een creatieve broedplaats. Philip, jullie zeggen water is een uitdagend, maar relatief onbenut creatief element in Enschede. Ik ga even jouw micro, want nu hebben we niks meer aanstaan. Momentje, even die kant op lopen. Daar komt mijn collega al, gelukkig. Zo beter? Mm-hmm. Ja? Nu horen we, ja, heel goed. Gelukkig. Ja. Dus jij een ongebruikt creatief element in Enschede en omstreken. Ja, precies. Ja. Een relatief onbenut creatief element is water in Enschede. Ja, het is wel heel typisch als je water en Enschede, dat is eigenlijk niet zo'n hele logische combinatie. Hè? Als je mensen in Enschede vraagt over wat heb je nou aan water, dan zeggen ze ja, we hebben iets van een haventje, maar wat hebben we voor de rest meer. Mm-hmm. Maar het gekke is dus dat in Enschede ontzettend veel innovaties zijn geweest rondom water. Bijvoorbeeld, we hebben in het Rutbeek die ontzettend vette wakeboardbaan. Allseas, dat het grootste schip van de wereld heeft gemaakt. Het schip wat boorplatformen optilt. Ik zit ook in Enschede, innovatiekantoor zit daar. Kortom, er zijn eigenlijk best wel veel dingen met water hier gebeurd, maar het speelt op een manier niet echt. En daar wouden we wat aan doen. Het thema, want als ik denk aan water, en dat komt ook omdat wij ermee bezig zijn geweest, denk ik vooral aan wateroverlast, omdat Enschede natuurlijk op een stuwwal ligt. En er zit nogal wat water in onze grond. Ja. Maar wat dat betreft mogen we wel iets meer ermee spelen. Ja, vind ik wel. Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Delft tussen de grachten. Dus voor mij was water echt iets wat heel logisch was in het dagelijks leven. En hier heb je dan de Roombeek en wat gefriemel met wat bekers en hier en daar. Maar daar mag eigenlijk wel wat meer mee gebeuren, vind ik. En op welke manier wil Twentlandis dat dan gaan doen, de creatieve broedplaats? Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij wachten eigenlijk op projecten, of we onderzoeken projecten om die iets met water te maken hebben. Mm-hmm. Onderwaterarcheologie, bijvoorbeeld het 3D-scannen van alle meertjes die hier zijn. Dat is ook een project wat we aan het doen zijn. En onder andere ook. Waarom zou je dat doen? Nou, wat heel typisch is dat als je bijvoorbeeld naar de Lonneke gaat, heb je die kleigaten van Smulders. Ja. En dan zegt iedereen, als je vraagt hoe diep is, zegt hij, oh, ontzettend diep. Ja, 25 meter, 30 meter, 100 meter diep. Wordt regelmatig een bommetje gevonden? Een bommetje gevonden. Er liggen kluizen, schatten, vliegtuigen, alles ligt erin. Maar als je het gaat onderzoeken, en dat hebben we laatst gedaan, valt het eigenlijk wel mee. Zo heel diep zijn die kleigaten van Smulders niet. En niemand weet er iets vanaf. En hetzelfde geldt trouwens ook wel voor andere meertjes, andere watertjes in deze omgeving. Ja, dus dat is wel leuk om te weten, zeg maar. Ja. Er zijn ook projecten die je wil aanjagen waar, die er niet per se leuk zijn om te weten, maar je ook echt wat aan hebt als regio. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om iets te gaan doen met waterhuishouding. En dat zie je natuurlijk met deze droogte, is dat er dus het Twentekanaal staat, 50 centimeter lager. De waterbuffer bij iets buiten de Enschede in het noorden, is hier ook gewoon hoeveel lager dat staat. Ja, daar moet je toch ook iets mee gaan verzinnen om dat op te gaan lossen voor de toekomst. En dat is iets wat misschien Twentlandis ook zou kunnen doen. Yvonne, de eerste Enschedeze havendag is ook een wapenfeit, super concreet van Twentlandis. Wat is daar precies de gedachte achter? Laten we even beginnen. Wij zijn een creatieve broedplaats. En daarvoor is het wel even handig om te weten wat een broedplaats precies is. Misschien is het handig als je achter die microfoon gaat staan, als het even kan. Het geluid is net even niet zoals het zou lopen. Om even te vertellen, Twentlandis is een creatieve broedplaats van Enschede. Mm-hmm. Nou, dat houdt in die projecten die Philip net genoemd heeft, die zijn een beetje achter de schermen. En wij vonden het eigenlijk ook een teken van dankbaarheid aan de gemeente om te zeggen, wij willen ook een publiekelijke creatief iets doen. En zo is eigenlijk de Enschedese Havendag ontstaan.
Dus als een teruggift aan de gemeente. Want jullie hebben als broedplaats ook geld gekregen. Hè? Vanuit de regio deals. En we worden echt. Er wordt naar jullie gekeken. Van jullie kunnen echt iets betekenen. Wat dat betreft. Wat betekent dan. Het is het eerste publieke evenement. Ja. Maar wat betekent het dan precies? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, we hadden heel veel bonte ideeën. En we hebben het programma echt wat klein en voornamelijk een beetje demonstratietechnisch gehouden. We beginnen 18 september om 12 uur met een clubje die gaan yoga op een sub doen. Mm-hmm. Nou ja, yoga lukt mij al niet en dan staande op een sub helemaal niet. Maar het schijnt heel erg leuk te zijn om daarna te kijken. Daarna komt een zeilschool met kleine optimisten om te laten zien dat er ook in de haven zelf nog oppervlakte is om te kunnen zeilen. Dan komt een wethouder even langs. Vervolgens hebben wij het kajak touwtrekken. En dat hebben we tot nu toe nergens gezien. Dus we zijn erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Er zijn ook geen YouTube-filmpjes tot nu toe of noem maar op. Dus we zijn heel benieuwd. Daar zoeken wij ook nog echt deelnemers voor. Dus niet alleen maar kijken, maar ook echt meedoen. Ja, als jij nog een voetbalclub hebt en je wilt met 6 man tegen een andere 6 man push en pull doen, dan is onze Enschedese Havendag de uitdaging. Ja. Dan hebben wij de... Zorlaboot? Nee, eerst komt de Kanu Waterpolo Club. Oké. Okay. Dat wist ik ook niet eens dat dat bestond. Allemaal Enschedese clubs? Ja. Ja. Ja, dat is een studentenvereniging. En in plaats van op een paard hippies op het weilandje rond te huppelen, zitten hun echt in kanu's. En het wordt ook wel rugby genoemd, want ik ben afgelopen week bij een training geweest. Dat gaat wel ruig aan toe, moet ik zeggen. En dat is wel toekijken? Of... Ja, daar wil je niet mee, daar okay, wil je niet meedoen. Ja. En als final touch hebben wij van de universiteit de Solarboot. En dat is heel leuk. Dat is hun eerste publieke optreden met een nieuwe crew. Want die krijgen pas 15 september het roer in de hand gedrukt. Dat hun officiële jaar begint aan de Solarboot. Meteen bij jullie op de Enschedese Havendag aan de bak. Ja. Maar ik hoor toch vooral ook dingen die, zeg maar, de broek niet vervelen, maar die bijvoorbeeld ook op het Rutbeek hadden gekund. Of zijn er nog echt ook havengerelateerde activiteiten? Nee, ja, we konden het dit jaar helaas nog niet waarmaken. Dat heeft daarmee te maken dat dit echt binnen 3 maanden opgezet is. Van aanvraag van de gemeente tot op de dag zelf. Ja. En dat is voor een evenement organiseren is dat vrij krap. Ja. Ja, het gaat ons ook voornamelijk om dat normaal gesproken, en dat klinkt misschien een beetje flauw, maar is een haven eigenlijk het leukste stukje van de stad. Ja, als je naar Münster gaat of naar Almelo of naar, laat staan de steden meer in het westen, is de haven het gebied waar alle restaurantjes zijn en de cafés en dan bootjes en gezelligheid. En wij hebben een beetje een saaie haven, om eerlijk te zijn. Het echte eindstation. Een beetje grijzig, hè? Grijzig, ja. Industrie, ja. Één snackbar, een jachthaventje met... De eenzame snackbar ook. Ja. En het is eigenlijk een beetje zonde. Het is hartstikke onwijs tof gebied. Waarom staat het niet helemaal vol met restaurantjes en barretjes en terrasboten en feesten en gezelligheid? En dat krijg je natuurlijk niet in één klap voor elkaar, zo'n enorme transitie. Dus je moet met iets beginnen. Dus ja. Yvonne dacht, nou weet je, als we nou eens beginnen, dat iedereen eens een keertje naar die haven gaat kijken, dat die überhaupt er is. Ja. En dan komen er misschien daarna wel ideeën om het uit te breiden. Dat is wel interessant. Want in mijn hoofd, ik bedoel, ik ken die haven goed, maar ik zat daar heel dichtbij op school. Maar ik kwam er altijd langs. Ja, dit is inderdaad industrie. En ik wijs van het gevoel, ik mag hier niet eens lopen. Er zitten dus meer mogelijkheden wat dat betreft in. Ik denk het wel. Ja. Is het ook, ik kijk even vooruit, want volgens mij moet het terugkeren, het evenement worden. Wat zou je, als je alle tijd van de wereld had, wat zou je graag willen dat het zou worden? Oh, we hebben voor volgend jaar hebben we gigantisch veel ideeën. Het mooie is dat we waarschijnlijk in getijden gaan werken. Dat houdt in dat we het 1 jaar in het najaar organiseren. En volgend jaar proberen we het in het voorjaar in mei, juni te organiseren. En dat heeft met de tijd te maken, maar dat heeft ook daarmee te maken om mensen wat meer mogelijkheden daar naartoe te gaan. Maar ik heb altijd gezegd, de eerste Enschedese Havendag, die moet er gewoon komen. En het fantastische is er als we over 10 jaar
de Enschedese havendagen hebben. Met alles op en aan, zoals het hoort. Gewoon sale, maar ja, dan in Enschede. Ja. Maar even, ja, durf je wat concrete stippen op de horizon te noemen die je graag zou willen dat de Enschedese havendagen zouden hebben, ja, als je alle tijd had? Ja. Volgend jaar gaan wij op zoek naar hybride surfers. Dat is een elektromotor waar je op een surfplank gaat staan. Door middel van een afstandsbediening kun je motor een gas geven. En dan kun je gewoon waterskiën zonder een baan, zeg maar. En de Enschedese Mijl. Ja, ik wil heel graag de Enschedese Mijl organiseren. Een mijl is 1,6 kilometer. Dus wat dat betreft is wel een landmijl. Maar is 1,6 kilometer. En ik wil heel graag kijken of zonne-energie sneller is dan spierkracht of celkracht. Dus een wedstrijd. Dus we willen echt een wedstrijd oprichten. Wat is nou het snelste element op verschillende manieren om daar te kunnen komen? Dus de solarboot, een zeilboot en een roeiboot. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik wil volgend jaar voortgezet onderwijs mee in de boot halen. Om te zeggen van, we willen heel graag door middel van een tweede broedplaats bij in te schakelen. Tukkerlab. Om te zeggen, we willen een bouwpakket aan scholen uitgeven. Om te zeggen van, bouw kleine bootjes, kleed de haven aan, maak het zo mooi, maak het zo bont als je wilt. Mm-hmm. En wij van Twent Landers hebben eigenlijk deze week nog iets ontwikkeld waar we gezegd hebben, nou, dat houden we nog onder scherm. Maar dat komt volgend jaar, wordt het een nieuwe eyecatcher. Ja. Het idee is gewoon, heb je een haven, doe er wat mee. Ja. Weet je, ja. Maak er wat moois van. Het zou natuurlijk te gek zijn als je gewoon, bij wijze van spreken, in 2033 daar gewoon allemaal restaurantjes hebt. Creativiteit, gezelligheid, weet je wel, bootjes. Dat ik mensen met de boot naar Enschede gaan, omdat het daar heel erg leuk is. En niet omdat ze daar alleen maar willen schuren of omdat ze grind en keien komen brengen. Ja, nee, als dat, maar dat is dus ook bestuurlijk, mag dat? Want dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, bestuurlijk. We gaan het mogelijk maken. Je moet ergens mee beginnen en dan komt het bestuur vanzelf. Jij moet vragen. Ja, nou ja, ik vind het een tof idee. Ik weet ook, volgens mij zijn er ideeën voor een soort van stadstrand daar ook al. Dat is ook wel eens geopperd, hè, door politici zelfs. Dus nou ja, wie weet. Hey, even naar Twent Landers als broedplaats terug. Ik keek even op... nee, dat zag ik zelfs ook op de website van de enschedesehavendagen.com. Zo is dat, dan weten mensen dat ook meteen. Daar staat, wij bouwen momenteel een elektrische onverwoestbare Ural zijspanmotor. Ben ik heel benieuwd voor jullie te horen wat dat dan te maken heeft met water. Maar even heel kort kijken naar het filmpje wat jullie daarover hebben gemaakt, omdat die zo leuk is. Laat je nu zien. Oh, die. Oh ja, die is leuk. Dit is een 14 kilowatt water gekoelde elektromotor en die gaat straks in die Ural. Dit is een super efficiënte motorcontroller met een piekvermogen van 250 ampère. Dit is een batterij van 2,6 kWh. Daar komen er 10 van in deze zijspan. Ja, een stukje van die video over die zijspanmotor. Superleuk, jouw eigen dochter hoorden we net. Ja, en mijn andere kind ook. Heel grappig, creatief vooral, om haar ook dat verhaal te laten vertellen. Maar wat heeft die zijspanmotor te maken met... Ja, dat is een goede vraag. Dat is een best een kritische vraag. Twee dingen. Eén ding is dat in principe die Urals, die zijspanmotorfietsen, zijn gemaakt voor vroeger om in Rusland door de taiga te gaan. Dus ze kunnen echt door rivieren heen, door de blubber heen. Ze kunnen eigenlijk overal heen. Dus ze hebben een licht nautisch karakter, om zo maar te zeggen. Ja, ik heb filmpjes gezien. Ja, dat is ongelooflijk wat ze kunnen. Maar wij zorgden natuurlijk, omdat heel veel van onze activiteiten buiten de broedplaats, de fysieke broedplaats zelf zijn, zochten dus iets, een object dat wij het mee konden nemen. Wat je ook wel ziet bij All You Need A Love, met zo'n caravan, weet je, of bij Boerzoekvrouwen, zo'n camper, weet je. Ja. Dus we dachten van, we hebben iets nodig wat opvalt en wat ook markeert, dit is een activiteit van Twent Landers. Mm-hmm.
Ja, en we zijn een beetje op die Oeral terechtgekomen. En toen dachten we, ja, daar gaan we natuurlijk ook iets creatief elektronisch mee doen, iets technisch. Dus we hebben elektrisch gemaakt. En dat ding staat op de Dutch Design Week straks. En dat is uniek voor zo'n motor, dat die elektrisch is. Dat is niet uniek. Dat is wel eens een keertje eerder gedaan. Ja. Maar niet op de manier waarop wij het hebben gedaan. Ja. En het was eigenlijk eerst een projectje van, nou ja, we maken er gewoon één en we kijken wel waar dat toe gaat. Maar nu zijn we zoveel mensen die zeggen, ja, we ook wel zo'n elektrische zijspan hebben. Dus nu is het toch wel weer de eerste spin-off geworden van dat hele Twentlandse project. Ja, mooi. Jij hebt overigens, Filip, je wilde nog wat... Wat ik daarbij even wil toevoegen. Wij roepen ons wel de hele tijd broedplaats en we noemen het creatief. Maar wat voor ons heel belangrijk is, is dat aan deze projecten, net als de video ook, dat zijn door studenten gemaakt. En wij trekken jongeren juist daarbij, omdat we vinden, als jij ziet hoe jongeren nu klaar zijn met hun school, dat ze eigenlijk nog niet helemaal zelfstandig kunnen werken, willen wij juist producten eigenlijk concepten maken waar gewoon iedereen zegt, nou, ik heb meegedaan aan de eerste elektrische Oeral. Echt waar? Hoe dan? Ja. Nou, dat is dus hoe je mensen aan Enschede gaat binden. Ja. Want als jij mensen hebt die bij zo'n product meegedaan hebben en wij ook nog sociaal natuurlijk een heel mooi clubje vormen, dan hopen wij dat die hier blijven. Ja, om ze even om mensen toch een beetje warm te maken wat jullie allemaal en ook Philip, wat jij in je mars hebt. Je hebt nogal wat ervaring met water. Gewoon even een paar plaatjes van dingen die jij in je leven hebt gemaakt. In ieder geval waar je aan de voet van stond. Wat is dit? Dit is de opening van de Wereldhavendagen met Jan Smit. Dat is die man met die rode stopdas. In het midden. En dat was de kartonnen boot de Fury. De kartonnen boot? Ja, dat is alweer 11 jaar geleden. Maar daarmee ben ik naar Engeland gevaren. Van Enschede naar Londen? Ja, vanuit Enschede's haven. Ja. Ja. Naar onder de Tower Bridge. Ja. Geweldig. Nou, we hebben nog een andere foto van een bijzondere. Wat is dit voor een ding? Ja, dat is de Super Fast Ferry. En eigenlijk had ik natuurlijk de Ferry Fast Ferry moeten noemen. Maar hij heet de Super Fast Ferry. En dat was een project van de, hoe heet het ook alweer? De Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinie is natuurlijk al die forten die er zijn gemaakt om Nederland te beschermen tegen een invasie. En dan konden ze heel slim allemaal weilanden, stukken gebied onder een meter water zetten, zodat je er niet doorheen kon. Mm-hmm. Maar ja, als je die in één dag wil zien, dat is best wel veel. Het zijn 100 forten ongeveer. Dus ik dacht, nou, maak zo'n super snelle speedboot, waar je dus met z'n tweeën in kan zitten. En dan zou je ze natuurlijk theoretisch in één dag kunnen zien. Dat is onmogelijk om te doen natuurlijk, maar het gaat om het idee. Ja, ja, maar dit ding kan echt varen? Ja, dat is een echte. Dat Hoe is, snel gaat die? Ja, voor mij tegen de 90 of zo. Het is ongelooflijk. Ja. Ja. Het is wel bijzonder, nice. Want het is een tweepersoons. Normaal zijn ze één persoons. Het is een tweepersoons. Hier kan je het in leren. En we hebben nog één ding, heeft niks met water te maken, denk ik. Maar dan weten mensen ook, want dit kent iedereen Enschedeër, die Lego kerk. Ja. Ook dat van jouw hand. Ja, ik heb dat samen gedaan met Michiel de Wit van Project DWG. We heetten toen samen Loos.fm, tijdelijke monumenten. En dit is de legerstenen kerk, de Abundantus Gigantis. Dus dat is de gigantische overvloed, zeg maar. Ja, dat was een fantastisch project. Elke keer als ik die foto zie, denk ik van, het is ook jammer dat die weg is. Wel logisch, maar ook alweer jammer dat die weg is. Nou ja, als je het hebt over creativiteit in Enschede, hè, dan is dat toch wel een mooi beeld. Yvonne, hoe kom jij dan eigenlijk zo bij dit project terecht? Bij het Twentlandis project? Nou moet ik even heel goed opletten wat ik zeg. Want ik weet dat één persoon het niet heel erg leuk vindt. Mijn zoon is werknemer van Philip. Oké, ja. En zo hebben wij eigenlijk een beetje ontmoet. I see. En wij delen vooral de motorliefde delen wij heel erg met elkaar. Dus zodoende zijn we op een gegeven moment ook op de klik gekomen. Ja. En toen mocht ik een paar jaar geleden meehelpen bij B93 om het vliegtuig bovenop dak te zetten. En zodoende dan kom jij in een... Van het een kwam het ander. Ja. En nu komen de Enschedese havendagen eraan. Aankomende zondag, volgende week zondag, 18 september. Aanmelden is nodig, denk ik, heb ik begrepen. Ja, eigenlijk kun je alleen nog maar aanmelden voor de kajak-touwtrekwedstrijd. Mm-hmm. En dat is via www.enschedesehavendagen.com. Kijk, ga er naartoe. Philip Jonker en Yvonne Smit, super bedankt. En als je nog iets nautisch wil doen, een nautisch project wil doen met rondom water, rond het thema water in Enschede, en met een creatief technologische uitdaging erin, dan hoor ik het heel graag.
Bij deze, staat genoteerd. Dank jullie wel dat jullie er waren. Superleuk. Ja. Veel plezier met, het, met die eerste Enschedeze havendagen. Op naar de volgende 10 jaar. En dan de hele haven vol staat met allemaal standjes en leuke dingen. Top, mooi. Dank je wel.